Oh ja, dat Moet ik mijn laatste blik duckface. doen? Ja. Dan ga je zien, mijn blik is geen duckface. Ik lach. Wel een beetje. Goedemorgen! We gaan nu iets superleuks doen, want we gaan een video opnemen met de boyband For You. Echt heel veel zin in. Het wordt echt denk ik zo leuk, want zij gaan dus ons opmaken, wat ze natuurlijk helemaal niet kunnen. Dus ik denk dat het lekker hysterisch wordt. Ik denk dat als jullie dit nu zien, dat het ook al live is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En ja, we moeten eigenlijk een beetje opschieten, want we gaan naar een hotel. Daar gaan we het opnemen en we moeten nog even eten. En Elise en ik moeten er natuurlijk iets eerder zijn om dingen voor te bereiden. Hoi. En wij hebben een hysterische hotelkamer. Dat gaan jullie zo meemaken. We moeten nu even eten. We zijn aangekomen in het hotel, het Corendon ja. Hotel. En we hebben dus een suite met een echt vliegtuig erin. Zo grappig. Je moet even, Nick, laten we even naar binnen gaan. Het is dus een echte cockpit. Ja, en dit wordt dan de achtergrond van onze video. Nou, dat is helemaal hysterisch. Welcome aboard. Welcome aboard. Welcome aboard. Come in. Come in. Come in. Nou, dit is toch gewoon geweldig. Wat een grap. En ook een echte cockpit, maar daar mag je niet in. Dat gingen we net al proberen, helaas. En nee, heb je hier... Nee, wacht even. Normaal hebben ze echt een flight simulator, toch? Hier ook. Volgens mij wel. Volgens mij is dat in de cockpit. Dat die dan helemaal zo... En dat is de cockpit, maar ja, die is dicht. Dit is where the magic happens. Dus na de video gaan we hier natuurlijk met For You even liggen. Nou. Ja, trekken we even alle kleren uit. Gaan we even knuffelen. Nou, je weet dat soort dingen, hoe dat gaat. Nou, laten we de eerste erbij halen, Fiet. Ja, ik ga wel even naar beneden. Ja. Ze mogen zelf bepalen wie er eerst gaat. Maar volgens mij wil Jamie als eerst. Oké, tot zo. Moet ik komt een zieke donkere lucht aan. Gewoon een zwarte lucht. Nou, schiet maar op. Hey, wie hebben we daar? Me, baby. Jamie gaat als eerst. Ja. Die bijt het spits af. Oh, nee, dit wordt echt niet. Oh my god, dit is het resultaat. Dit heeft Jamie mij aangedaan. Ja, ik dacht dat ik serieus wel skills had, maar... Ik vroeg om een party look en hij wil mij zo dus een club insturen. Gewoon dit? Ja. Nou, thanks, ja, wat? Graag gedaan hoor. Dat doe ik met liefde. Oh my god, ik heb mijn make-up er weer afgehaald. En Jamie heeft mij dus net gedaan. Vita is nu aan de beurt met Thiago. Nou, dit wordt hilarisch. Oh, ik ben helemaal bang. Ik ben ook heel benieuwd. Jamie had gewoon echt geen idee wat hij moest doen. Nee. Qua make-up. Hij dacht dat eyeliner een wenkbrauwpotlood was. Ja. Nee, hij wist echt helemaal niks. Gewoon... Ook in het begin, dat hij echt gewoon helemaal zat te denken, ja, wat doe ik als eerst op jouw gezicht? Wil hij met poeder beginnen? Nou, zo grappig. Kijk eens wie we hier hebben, Thiago. Ik ging net vieze dingen zeggen bijna. Oh, bij. Ja? Nou, de... mag je nooit seks gehad in een vliegtuig, dat geef. Heb jij ooit seks gehad er? Nee, nooit. Dus ik dacht, nou. Oh, nou, dat is nu onze kans. Ja, laten we gelijk beginnen. Oh, wat vet dit. Vet, hè? Ik ben de stewardess. Hier zijn de exits. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Een flesje water. Zo. Yes. Komt eraan. Dus je stapt de vliegtuig. Nou, je hebt het wat geweldig gedaan, schat. Mijn schat. Helemaal. De carnaval. Oh. Kijk hoe trots ik ben. Kijk. Ik lijk gewoon fucking triest. Kijk. Oh, wat heerlijk. Zo hij grappig. Is oh my god. Oh, wat hilarisch. Nou, echt top, schat. Ja. Hij is goed. Hij is goed. Hij is goed. Ik ben eigenlijk bang dat ik al het make-up ga verpesten. Nee. Dat mag. Kijk eens wie er is. Toon is er. Hoi. Toon gaat mij opmaken. Hoe voel je het gaan, Toon? Ik vind dat je er prachtig uitziet. Ja? Ja. Ik voel mezelf ook wel vrij hot. Ik zou zo met je op date gaan. Zo grappig ja? Dat jij die wallen wilde wegwerken. En dat je dat gewoon helemaal weer ja. Strepen zijn. Ja. Ja.
Oh my god, het is echt gewoon bizar dit. Ik vind het heel mooi hoor. Ja, kom, we gaan een resultatenfoto maken. Gaan we even door het vliegtuig heen? Door het vliegtuig. Ja? We hebben een noodgeval. Toon krijgt ook een geweldige one and only. Ja, ik krijg ook nog een geweldige. Kijk, hier staat Vita met een camera. En ik ben een blond tiger tasje, want die is voor jou. Tas. Ik heb hem gekregen omdat ik Vita's een supermarkt opgemaakt. Ja. Ben je er klaar voor, Luca? Ja. Het is zo leuk. Nee, we hebben echt zo gelachen. Nee, je moet eigenlijk, of heb je net op Insta gezien, al een paar creaties? Nee, we moeten even laten zien. Nee. Zo grappig. Tiago en Toon hebben mij opgemaakt. En jij gaat Elise opmaken en Jamie had ook Elise opgemaakt. Ja. Ja, die was het best tot nu toe. Nou, kijk maar even. Dit is bizar. Klein dus. En Toon. Ook een clown. Weer een clown. Moeten we clown maken? Nee, helemaal niet. Maar dat doen zij. Hij wilde Kylie Jenner lips maken. En Jamie die had deze gedaan bij Lise. Iets met zijn wenkbrauw. Ja, een soort zwart. Ja. Hoe vind jij mijn look? Het lijkt... Het klopt wel met een jasje. Het concurreert met Jamie's look. Ja? Ja. Even kijken. Het is met je jasje. Dit is de look die Luca mij heeft aangemeten. Dit ook, dit. Dat was de highlighter. Ja, gewoon, highlighter is normaal gewoon wit. Je hebt gewoon bruin gedaan. Ik kon het niet vinden, dat zei hij. Ja. Ja, het mes met de oogschaduw mes met de jasje, kijk maar. Ja, dat is wel, daar heb je wel mijn oog voor detail. En mijn lippen matchen ook een soort van met mijn jasje. Maar je hebt nu wel een halve zonnestraal in je gezicht. Oh, dat is kut. Zo. Af. Zo? Ja, iets ervoor. Jij ook, Luca? Ik heb vorig niet jullie streep in. Als ik het zelfs kan, zo kunnen die chicks hem. Kom eens iets ervoor. Nee, maar hij blijft in de zon. Ja, omdat hier is de paal, zeg maar. Wel. Je kunt het gewoon daar maken, daar is geen zon. Nee, want we moeten even zelf de achtergrond hebben. Als... Of, nee, wacht even, ik heb een idee. Of dit. Ja, dit is goed. Ja, even het gordijn dicht. Dat is beter. Ja, nu zijn jullie allebei uit. Ja, dit is perfect. Oké. Okay. Oh ja, de duckface. Dan ga je zien, mijn blik is geen duckface. Wel een beetje. Zo, hij moest helemaal scherp stellen door die duckface. Ja, hij is goed. Ja, ja, hij is fucking leuk. Oké, ik kan wel toegeven dat ik je lipstick echt heb opgefokt. Nou, sorry, maar die eyeliner. Ja, ook. Maar dat zei ik al van tevoren. Die heb je ook zo helemaal erg weggeveegd. Ja, maar het ging al mis toen uiteindelijk met die mascara. Die je gewoon zo keihard gewoon in die hoek deed. Ja, dat is het moment. Ik deed die mascara dood flikken en toen ging je opgegooid. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Lijkt me ook leuk om jou een keer te mogen opmaken als revenge. Oh, dat lijkt me fantastisch. Die krijg ik al. Ik heb van mijn vader, ik had een challenge met mijn vader en ik had verloren. Dus ik word opgemaakt echt door Alfredo. Oh, wat leuk. Oh, dat wil ik echt gaan zien. Niet leuk. Wat heerlijk. Want als ik op mijn vader. Ik zie haar zoveel geluk. Oh mijn god. Ja? Ja. Mag ik jou vragen hoezo jij één nagel niet hebt gelakt? Dat zie jij dus ook. Nou, het is gewoon eng. Veel zin in de nieuwe stilo, Luca. Nee, ja, dat jij dit opmerkt is echt bizar. Echt op, alles valt me op. Nou, ik zal het je uitleggen. Ik heb shellac en dat wordt op een gegeven moment wordt het een soort laag op je nagel en toen is het er afgegaan. Toen heb ik hem er zo afgetrokken gewoon. Ah! Oké, schat. Nou, wij gaan ook lekker... Dankjewel. Voor... Ja, heel erg bedankt. Je kunstwerk op Elise's gezicht. Heb je je chips mee? Is op. Nu al. Heb je het al op? Dat is een soort beest. Tot snel. We zijn klaar. Deze dag zit erop. Het was echt een geweldige dag. Zo leuk. Zo gelachen met iedereen. En gewoon, nou ja, die jongens die kunnen gewoon echt niet make-uppen. Dat blijkt wel. Ik heb nu ook weer even mijn eigen make-up gedaan. Nou, ziet er al meteen een stuk beter uit. Nee, het was echt leuk. En we gaan nu even richting huis spullen droppen. En dan waarschijnlijk even een drankje doen of zo.
Kijken we even. We zijn net thuis gekomen en we gaan lekker koken, chillen. Dus we gaan ook gewoon de vlog afsluiten. Want ja, we hebben echt al zoveel vandaag met al die boys. En wat we nu gaan doen is gewoon die hard chillen. Dus dankjewel voor het kijken. Yes, vergeet je niet te abonneren, te commenten en te liken. En dan zien we je morgen weer. En check vooral de video als je hem nog niet hebt gezien met de make-up challenge. Ja. Want hij is echt geniaal. Zo leuk.